Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Stad heeft de rechter gevraagd of zijn cliënt op zijn kabinet gehoord kan worden. Dit is afwijkende beslis. En dan gaat het over de feiten. Verduistering van geld of geldwaardig papier. Een kwalificeerde verduistering, gekwalificeerde valsheid, oplichting en knevelarij. En dat zijn de vragen. Knevelarij? Knevelarij. En ja, ik snap dat niet dan. Naast opvang en knevelarij. Staat nieuws van vandaag. Staat nieuws in Lukoe toch, meester? Ja, ja. Lukoe staat nieuws, no? Mij al dat deed dat mij de Eurokot op. Oké. Ja, dus mijn sapsade de Saniara. Jullie meester moest sabia, no mij. De vraag is, wat voor een van de karing, wat voor gewicht zal dit hebben? Go Arki, is dat Jeremy verhaal? De volgende vraag is, is er geen belangenverstrengeling in deze hele gedoe? Ja. Want er is maar de enige advocaat die meester, meneer Ashwin Adin bij staat, meneer Boutersen, meneer Trichy, etcetera. En er is nog een meneer Ashwin, weet ik, puntjes, opgesloten door de politie. Kunt u nagaan of dat een familielid is van de VT, want nu Google te meer in normaal Sami. Dat is spannend. We gaan niet motoriseren, we gaan niet adineren, we gaan niet charmeleiseren. We gaan ook niet limboliseren, we gaan right to the point. Goed zo. Merki. Abon dan, ja? Thank you. Oké. Okay. Ja, mensen, wat moet je hierover zeggen? Ik ga even mijn lijnen buiten dingen zetten. Zij moest ook over de sanitie, Ashwin Adin. Kijk nou, je kon hierop zitten wachten. Taki de man wordt tapus krikit chinsogi Ashwin Adin van tapem mofoteleki 25 mei. Dus in plaats voor de mango, tak dan aan meneer Bouva, de mango tak dan aan meneer Graanoogst. Dus ja, dan de mei tak is op zang, laten we hem verhoren. Want ja, hij is vicepresident, Isabi. Maar kijk nou mensen, Isabi toch, Boutersen heeft dat ding zodanig gedaan dat hij heeft presidentieel commissie rondom iedereen benoemd. Dus ja, als we een convoy. Oké. Deze weg. Ah, bon. Thanks. Ja, mensen, even rommelen ertussen. Hoe heet het? Meneer Ashwin Adin is een jongen die gestudeerd heeft bij TU Delft. Begrijp je, mensen? En hij moet hier door kunnen prikken. Kijk, die ministers, die hebben niks te vertellen. Omdat, ja, er zit een presidentiële commissie ertussen. Die zegt van, ik doe dat ding. Nou, dan moet je daar gaan. Isabi, en ja. Het is lastig, mensen. Iemand vraagt me hier zo. Goedemiddag, is advocaat Erwin Kahn Hai de enige die deze criminelen van de regering Bouters verdedigt? Ja, helaas wel, ja. Maar alle drugszaken en alle dingen worden door Erwin Kahn Hai, verdedig, Isabel. Luca Manraats Udit toe, sinds toen in Nederland. Hij wordt verdedigd door Erwin Kahn Hai. Dan Isabel toch mensen, Luca nou, one of tide. Laten we het eerlijk zeggen, Usabi pasan is ik mopo, ano tide ik mopo. Isabel pe asan, ja. Noem ik eens makon chou edegwe, laten we eerlijk wezen. Laten we gewoon die dingen openlijk zeggen, Isabel. Hoe noes donja?
in het Westen. En wij hebben die mogelijkheid en wij kunnen dit gewoon zeggen en vertellen aan de gemeenschap. Is dat weer niemand wordt monddood gemaakt hier zo. Tenzij ja, je echt over de scheef gaat. Maar nogmaals, dat ding van Ashwin Adin. Dan gaat iemand dat hij, ja. Die is net tapus kreeg je toch, Isabi, omdat dat gotakasan over van de karing. Isabi, hij is degene die dat ding van die kasreserve naar buiten heeft gebracht, toch mensen? En ja, het is. Als hij is dat ding niet verteld had, ook dat de Mantika Moninjang en gebruikt om eigenlijk aan de eerste levensbehoeften te kunnen voldoen van de Surinaamse bevolking. Ja, dan was het niet naar buiten gekomen, want je weet toch, met die combinatie voetbal van Nanga Simons, die mensen houden het parlement zo'n beetje tegen om vragen te kunnen stellen. En oké, en ja, zo laten ze dat ding buiten beschouwing. Het is een en een rommel wat er in Suriname is gecreëerd door dit soort mensen. Maar je weet toch hier zo, het is, ik ga iemand aannemen voor werk, toch mensen, dat je ook een CV. Je kijkt naar zijn historisch achtergrond, ja. En Teluco achtergrond, kijk, Boutersen heeft totaal geen achtergrond naar lasting. Maar iemand als Simons heeft nooit wat gepresteerd in haar leven. Isabi toch mensen, het is overal waar ze terecht kwam is alles vernietigd. En ja, dit is het levend bewijs weer van de Karing. Kijk maar, de hypothetisch voorzitter, 10 jaar al, onafgebroken. Ja, en dan kijk wat je kreeg, helemaal totaal vernietigd. En ja, de hele wereld, de beschaafde wereld, die ja, weigert zo'n beetje zaken te doen met Suriname en ja, bepaalde regels in acht te nemen ten opzichte van Suriname. Want het is lastig, mensen, Isabi. Ja, je kan alleen maar hopen en wachten dat je er een verbetering komt. Ja. Ik wens je veel succes daarbij, want dan ook kom. Dus aan dat hij en ja, Jere, in ook een tijdje dat ik de Suriname volk money. Daar heb je bij de man boos aan iedereen, dat iedereen kon vrij naar dokter, naar medicijnen, eten, drinken. En zo. Maar heb je te gaan money die go organiseren, maar pro de waka. Ja, heb je te gaan money die go organiseren allerlei festiviteiten rondom die rommel van 25 februari. Isabi, want ja, nog, vandaag is 23, nog 2 dagen, dan moet je kijken. En mensen, je ziet een stukje geschiedvervalsingen plaatsvinden in Suriname. Ja. En onze geschiedenis zit er vol van, met allerlei geschiedvervalsingen. En ja, je verkaring, het is vreselijk moeilijk, want het is maar begin briebi in de Zandisi. Dan kom jij er niet meer tussen. Al ik wie zie kon een bewijs, als een namang het tijgje, tak nee, aan het is zo. Want ja, mij is mijn tijgje zo, mij dies tijgje dat hij en zus en zo is. En ja, dan ben je klaar, ben je uitgesproken, Isabi. Dan ik naar lasting. Isabi, er is een kleine groepje die zich wel interesseert in Goluku, in archiefmateriaal, en dan kom je tot heel andere dingen. Ik kan jou één ding zeggen met betrekking tot dingen. Centrale Bank, om het af te ronden. Ja. Tegen ieder die Centrale Bank governor wordt, ja, is op zijn biggest maar bij Leroen. Skapu nou een zegi met die. Skapu nou een zegi met die. Isabi. Minom. Je actie af dat zij goed doen, kousabana. Ja, tegen iedereen die. Tegen die mensen van de Centrale Bank. Kapo nou een zegen met die jongens. Ik doe dat de Centrale Bank, Isabi. Maar het is ieder gegund. Je ziet maar. Ik weet één ding, mensen. Ik kan werken samen met de man. Want het is scheringen en slag. En ja, omdat die mensen vreselijk ongeschoold zijn. Mickey, het heeft geen zin, totaal niet, Isabi. Het heeft totaal geen zin.
Iemand zegt tegen me hier zo, meester, iets aan modo, zogenaamd geen item, maar intussen, ik maak je huiswerk. No. Ik ga je eerlijk zeggen, ik maak huiswerk, ja. Dus heb even kijken hoor. Iemand zet iets ook hier zo. Goedemiddag meesters, meneer Joel uit Amsterdam, houdt u scherp. Ik heb slecht nieuws voor u, dit is geen meneer Joel uit Amsterdam. Het is wel Joel de. Tedra winti e rigeri, drie wiri no sabi pe eifadong. Het leven is onvoorspelbaar, ja. Je hebt gelijk, Isabi. Mensen, Jereno, geschiedvervalsing, ja. Eigenlijk is het een item voor aanstaande dinsdag. Maar het is vreselijk eng om te zien. Fase namang, ego om. Nanga, met elkaar, hè? Isabi. En Filuku, die man van Verdekaring. Meneer, hoe heet het? Heeft een. Die meneer Graanoogs heeft een lezing gehouden, hè, mensen. Een lezing over. Een lezing over hoe de staat. Want Isabel Revolutie kon toch de mouw doen, Lotjepisani. Nou, de wandelt hij. En ja, tegen Surinamers wil ik zeggen: Lukupi Monigo. Isani, de kasreserve na de Sandatigo. En ja, geniet ervan, zou ik zeggen. Het is toch revolutiedag na de Wandati. Maar die meneer Granoos heeft van dingen gehouden. En ja, je betrapt hem op een hoop leugens, mensen, Isabi. Maar oké, goed, het is Suriname en ze mogen doen en laten wat ze willen. Maar daar zie je een stukje geschiedvervalsing. En dat geschiedenis. Van Suriname is weliswaar niet mooi. Maar dat is onze geschiedenis, mensen. Isabi. Ik heb altijd tegen Surinaamse mensen gezegd. Van, nou kijk, in onze Surinaamse geschiedenis is je too lazy. Ja, zie je iets gebeuren. Met name bij de onafhankelijkheid. En die onafhankelijkheid voorbij was. Zocht men naar een andere uitdaging. Dat iemand kan gaan staan voor de karing. Akoep, nou, weet je. Want mensen, ik heb altijd gevraagd, dat jongen, die mensen van de NDP, jong Isabi, Teluko de Noord, die mij tegen NPS, maar die mensen van de NDP zijn geboren uit NPS. Ja, het is niet anders, het is gewoon zo. En wat krijg je? Men schotelt je een heel verkeerd voorbeeld voor. Isabi, taki dingen, want ja, diezelfde rommel die je zag bij de onafhankelijkheid, zet zich weer voort nu. Waarom? Omdat die mensen daaruit komen. Ze zijn daaruit voortgesproten, mensen. Isabi. En dan, wat krijg je? Je maakt wel een fout, Banangasani. Onafhankelijkheid. En dan bedoel ik niet om vrij te komen van Nederland. Isabi, als dan dat dan nog een beetje is, maar het komt erop neer, tegere. De voorbereiding. Look, Sani, ik Brexit om een jaar. De mij bereiden voor dat, nee, God dan wel, dan die zie dan dat die. Om een jaar de mij tikkie voet moppen uit elkaar. Dan moet je nagaan in Suriname. Takkie, we hadden net een paar jaar. De tijd en plotseling, plotsklap, Isabi, takkie, ja, we gaan 25 november onafhankelijk worden. Nou, mama, nog bereiden voor, nou, mama, nog doen niks, not die. Maar ja, we willen wel onafhankelijk worden. En nu zie je de naweeën daarvan. Mensen, ik heb gezegd, wie zijn deze mensen, jong? Pedemank Mopo, Isabi. Als je gaat kijken in gouvernementsbladen, Isabi, dat zijn rapportages voor de gouverneur Sambedin in Sernang. En dan tegen lees je dat die archieven zijn hier en zijn beschikbaar. Nou, ik noem hem een tijdje, zijn tap 60 jaar na de zijn. Dat is voor de dommerikken onder ons die dat willen geloven. Isabi, tegen een echt feitakkie, dan moet je iets komen vertellen. Isabi, tegen trauma die ook nog niet weten en die het dan voor waar gaan aannemen. Maar,
mensen die hun tijd en moeite genomen hebben en gezeten hebben daar zo, die zijn die weten dat ding, want de man lezing en de man kan Tony aan na de man dat hij dat doet. No. Ik moet hier van uitgaan. Dan lukte mij tegen dat kijk, wanneer iemand iets in het parlement zegt van Suriname door die microfoon, al is het kolder, het is gezegd en daarmee moet je het doen. Terwijl man op dat podium, dan man tak man zijn, dat is larikoek. Iedere gek kan op een podium staan. Het tak ebar man lo nonsens, Isabi. Dat ja, zijn beelden. En ja, de man tak ik wel, maar het heeft geen toegevoegde waarde. De persoon die iets in het ding, het parlement roept, wordt opgetekend en wordt geschreven en dat de meika de handelingen. En uit die dingen moet je putten. Het is hetzelfde ook toen de tijd met het beleid van Nederland naar de gouvernement. En Isabi toch als dat is naar radio. Hè? Dus ik kan jou geen beelden wijzen. En ik moet het erover hebben, over dingen van Sanning. Geluidsfragmenten. En Isabi, geluidsfragmenten zijn zelden, want weinig Surinamers zijn op orde in Brixen dat in mijn golesie. Allemaal takje na de zand, maar de meeste nee, doen niks. Maar ik heb iets tegengekomen, want ik wou toch laten zien aan Surinamse mensen waar die ellende eigenlijk al bestond. Het begon zedert meneer Kielstra. Meneer Kielstra was een gouverneur in Suriname. En ja, deze man gaat zijn bevindingen aan jou vertellen, wat hij door gelezen heeft bij de Nederlands Nationaal Archief, Isabi. En dan verteer ik Tjunso en anders dan dat hij je koebingen Tjunso, stukje voor stukje. Dus ik zou zeggen vandaag, was dan rustig Arki. En dan nog een beetje druk over die dingen wat in Suriname gaat. Er gaat altijd wat gebeuren in Suriname. In dit soort rommellanden als Suriname. Altijd, en de domste dingen gebeuren. Je zou zeggen, dat je hier nog kijkt, naschoolse opvang, we gaan meneer Bouva arresteren, we gaan meneer Graan ook arresteren, want ja, je kan 3 en 5 wanneer mensen naar de man dat doen, als aan dat hij. Maar zal hij mij doen? De man ook graag, vice-president. Ja, en dat de man me kwam, ja, kan je die man niet verhoren en zo, Isabi. Maar boek je de man die zie. Je moet niet met de vijand mee huilen. Die snak cadeau zei, kies je voor 5 jaar beleid toch. Maar ik blijf je zeggen dat denk van Ashwin Adin, als het klopt hoor dat het gebeurd is, want dat die verhoord gaat worden, dan is hij toch dat je jongen, zomaar chipidja jongen, zomaar lauw jongen, nou, of in zijn naam. Maar mensen, die snak tapus kreeg, je tapimo voor, teleki na de verkiezing. En dan, ja, je moet je contact tak zijn, want er is nog veel meer die deze mensen gedaan hebben. Mensen, genoeg daarover. Een beetje praten over die zogenaamde revolutie van Sernang. Waar komen deze mensen vandaan? Ja, en dan gaan we, ik neem u mee, we gaan hier naar luisteren, ja. Even kijken naar. Tot en met de eerste helft van deze eeuw woonden in Paramaribo voornamelijk Kriolen. En mensen, Isabi toch, kijk, het is een beetje een hele oude fragment. Dus daarom ben ik goed druk, het is overal woord en woord, Isabi. Dat woord, teutaki, teera wordt neergevallen. Dan, om te discrimineren en chockeren, nee, onzin, Isabi. Dan nou pas ook kon ik aan zijn, ja, unolobasan dat in de wand. Maar vroeger was het hier gewoon, oké, ik hou mijn mond. Luister, ja. Onder hen bestond een onderscheid tussen de lichter gekleurden en de donkere negers in de krotten achter de herenhuizen. De lichter gekleurden beschouwden zichzelf als de wettige erfgenamen van de vroegere planters. Zij woonden in deftige huizen met geraffineerde versieringen en aangeboden balkons. En ze leefden in Europese stijl. Er werd geluisterd naar Mozart en Bach. Er werd gedronken uit Chinees porselein. Er werd gezeten op Heppelwhite en Sheridan banken. Het was een elite van zo'n 200 families die in Suriname praktisch de dienst uitmaakten. Zij waren de ambtenaren, de parlementariërs en tegelijk ook de enige kiezers, vanwege het kiesrecht dat mensen zonder vermogen of scholing uitsloot.
De hoogste ambtenaren kwamen nog wel rechtstreeks uit Europa. Maar die moesten eerst hun opwachting maken bij deze Surinaamse notabelen. Die meestal tussen 5 en 6 uur 's middags, gebaad en gekleed, bereid waren tot ontvangst. Wie niet voldeed aan de vormelijkheden, werd het leven zuur gemaakt. De Creoolse families beschikten immers over de 2 kranten van Paramaribo en ze konden druk uitoefenen op de gouverneur. De gouverneur die de macht van de Creoolse families doorbrak, was professor Kielstra. Hij verachtte de westerse gerichtheid van de Surinaamse stedelingen en hij streefde juist naar een verindiezing van het land. Ja, mensen, dus jij begrijpt toch, Isabitaki, de man die zie. En hij streefde juist naar een verindiezing van het land. Denk, we hebben het over die manumissies, hè, Isabi. En ja, je ziet een verschil toch samen die hele tijd. Want dit is dat alleen boeken. Nu ga je begrijpen waarom mensen als Afonso, Nadin, Mabo, Missy Cabana, zich zo slaafs opstellen ten opzichte van mensen als Boutersen, Simons, Isabi de Wandati. En kijk, je moet die rol van Bouva ook niet onderschatten, want het is vreselijk slaafs naar Boutersen toe. Isabi, in de kan doen, Sani, wetende dat die iets niet goed is, en dan toch je Godoren en Sani, dat die dan, ja. Het is moeilijk, mensen, Isabi, kijk nu naar Lekfossi in de historie. Je was de Basha, je bent van want katra slaaf, omdat hij wit man bij Giwa opdracht. Dan je sabit dat je doet aan zijn boom, maar ja, omdat na trouwen Giwa opdracht, dat je doet. Na Samson dat hij zo moet zien in die context van boven, naar de man die ziet. Maar je ziet dat ding speelt tot op heden een belangrijke rol, hè? Die lichtgekleurde ten opzichte van die donkergekleurde. En die meneer Julian Witt heeft dat ook eens een keertje uitgelegd. Verder mij denk je naar de zand dat die Isabi dat het blijft behouden in de geest van de Surinamer. En dat denk ik spreekt boekdelen. Want de donkergekleurde is altijd ondergeschikt aan de lichtgekleurde. En dat is een feit in Suriname, mensen. We gaan nog een stukje luisteren. De Hindustanen en Javanen in het achterland moesten dorpsgemeenten en Dessa-gemeenschappen krijgen. Ze moesten hun eigen cultuur kunnen beleven met eigen radiostations, eigen tempels en eigen scholen, landbouwscholen. Want gewoon westers onderwijs vond Kielstra uit den boze. Dat creëerde maar gevaarlijke revolutionaire ideeën, zoals de Surinaamse nationalist Anton de Kom enkele jaren eerder had bewezen. Kielstra geloofde in de kleine boeren en hij had een hekel aan de Creoolse burgers en bureaucraten. Zij leden volgens hem aan een minderwaardigheidscomplex, omdat ze geen eigen cultuur hadden en gedoemd waren eeuwig namaak Europeanen te blijven. Kielstra's autoritaire bewind tijdens de Tweede Wereldoorlog had zoveel wrok en bitterheid onder de Creoolse notabelen van Paramaribo gezaaid, dat hij ongewild ook de eerste kiem had geplant van een Surinaams nationalisme. In de jaren 50 en 60 kreeg dat nationalisme nog geen kans, omdat Johan Pengel zijn verbroederingspolitiek voerde. Pas na zijn dood in 1970 bloeide het nationalisme weer op in de tijdgeest van Black Power en revolutionaire derde wereldideologieën. In 1975 vierden de nationalisten hun eerste feest. Suriname was bevrijd van het koloniale moederland. Maar de onafhankelijkheid van Suriname was een twijfelachtige zegen. Ze was slechts gewild door een parlementaire meerderheid van 1 zetel. En een groot deel van de burgers had al eerder kenbaar gemaakt hoe het erover dacht door naar Nederland te vluchten. Intussen werd de raciale politiek opgevoerd en verdween in 5 jaar tijd het enthousiasme over het bewind dat de soevereiniteit had voorgesteld als een hemel op aarde. Ja, mensen, het is wat het is. En ja, je kan doen en laten wat je wil, maar ja. Wij zitten hiermee opgescheept. En ja, kijk nou, je nog kan draaien je geschiedenis, wie is van je draaien. Je zingt ja zo duidelijk in Sernambaga dat we
weer met hetzelfde. Want Isabi toch mensen, kijk, je gaat zaken, nationalisme toch? En die nationalistische houding voor Sanang. Ik ook tegen je, zeg hier, je moet nationalistisch zijn. En we moeten onafhankelijkheid krijgen. Dus dan zei je, zie je deze man die zijn moppen uit onafhankelijkheid. De man kon. Die man bang onafhankelijkheid. Dat eigenlijk de beren nog bij voeren. Want ja, eigenlijk binnen 5 jaar was de schrik enorm. En oké, wat krijg je dan? De man ben kon, have to do, want er is niet nou. Bakrabo dacht, ja, maar meer verveer ik bij, ik moet een andere uitdaging gaan zoeken. Oké, goed, veel succes. En dan krijg je, ik denk dat je, ja, een koep. Door diezelfde mensen die uit de NPS kwamen en die de NPS verlieten, is dit ding gebeurd in Suriname. Want ik blijf het zeggen en ik ga het altijd herhalen. De man van NDP, de man van Swinkmop of Ghana, Togo, Congo. Moppenkong, dat bij rechtstreeks kan zijn andere man. Dacht, hey, nee, kijk, we laten de NPS links liggen. We gaan een nieuwe partij beginnen. Dit is de NDP, Isabi. Dat is niet waar, mensen. Kijk, wij. Je kreeg dat ding, dus je moest een beetje verdoezelen dat je, voor de karing, onafhankelijkheid was een vreselijke mistake, de manier waarop het gegaan is. Want iedereen kijkt, gaat het zeggen nu, de historie wijst het uit. Hoe is Suriname aan zijn onafhankelijkheid gekomen? Net als wat je nu ziet in het parlement, de helft plus één, met één stemmeerderheid. Zo'n belangrijk gegeven voor die 500.000 bewoners van Suriname, die zo'n belangrijk moment in hun leven alleen met één persoon in de meerderheid en de rest dan, Isabi, nooit in overweging hebben genomen en daarom zit Suriname in deze probleem. Het wordt nog sterker met die militairen, die willen helemaal geen verkiezingen aan de Wandati. Rifo, de Mawani, ja. We gaan een stukje luisteren naar dingen van hun, wat er allemaal gezegd wordt. De vreemde voor wat hoort wat democratie in Suriname wordt ten val gebracht door een coup van sergeanten. De Nationale Militaire Raad heeft deze onvermijdelijke stap moeten nemen, doordrongen van het feit dat de politieke machthebbers in Suriname op de meest kritieke momenten gefaald hebben om beslissingen te nemen en afdoende oplossingen te vinden voor allerhande problemen. En mensen, luisteren, oké. Als jij deze stem herkent, dan moet jij toch een beetje gaan nadenken. Dacht jongens, heeft dat ja, jongen. Zomaar plegakoep nou eigenlijk, is het nou Bouterse? Of is het iemand anders? Want de meneer die dit leest, is meneer Badrissein Sital. En ik moet niet liggen, naast hem staan twee andere militairen. Aan zijn linkerkant staat meneer Horp. En aan de rechterkant staat inderdaad Bouterse. Maar ze staan daar als lijfwachten naar Toegong. En meneer Badrissein Sital, die zit voor een bureau en hij leest. En die twee staan, dan vraag ik me af, dacht jongen, ja, wie heeft nou eigenlijk die coup in Suriname gepleegd? Want ja, later zijn we Bouterse komen zien, maar we weten dat er binnen het militair gebeuren er vreselijk veel oneenigheid was. En ja, dat er ook nog onderling machtsstrijd werd gevoerd. Hè. Maar in elk geval, dit is meneer Badrissein Sital die dat noemt. De Surinaamse regering had gefaald volgens hun. En daarom zijn we ze ingegrepen. Niet alleen is dit gebleken in de SKM-kwestie zelf, maar dit verschijnsel waarbij gesold wordt met de belangen en de noden van het volk doet zich al lange tijd voor.
Zelfs de op handen zijnde verkiezingen geven de Nationale Militaire Raad en de meerderheid onder de burgers geen enkele garantie dat in deze situatie werkelijke veranderingen zullen komen. De staatsgreep van 25 februari 1980 wordt in brede kringen goed ontvangen. Dit blijkt onder andere uit de samenstelling van de Surinaamse regering. Oké, mensen, ik moet niet liegen. Inderdaad, het is waar, de staatsgreep was in eerste instantie goed ontvangen in Suriname. Omdat ja, we willen weg van die mensen van de NPS en Aaron Nangadewan, dat die Isabi. Dus, dat moet ik nageven. Maar waarom, ja, wilden wij, hadden wij liever een staatsgreep dan, doorgaan met het gesukkel van meneer Aaron Isabi. Ik ga u zeggen waarom. Want ik was ook voorstander hoor, van de militaire staatsgreep. Suriname had een verademing nodig. En ja, ik zag dit als een soort verademing. En waarom? Kijk, goed luisteren hier zo. Ja? Dit is een opname van meneer Jasper Meynals. En ja, Borger Brieveld interviewt hem, hè. En hij gaat wat zeggen, ja, hij gaat een hoop zeggen, maar ja, het meest belangrijke ervan is dat na de staatsgreep, ja, binnen 100 dagen verkiezing zou worden gehouden in Suriname. Dus 100 dagen, Bagadrimoen, dat hij zo moest zingen, daarom waren vele mensen, inclusief ik, zeg oké, de man po de man. De mij gaat terug naar kazerne en er komen algemene verkiezingen weer. En dan mag die bevolking zich uitspreken. Dacht je, hey, jongen, niet ik de man is morgen, ja, dan mag de man gaan. We zoeken andere mensen. Prima toch? Hoe kan jij daar tegen zijn, mensen? Elk normaal denkend mens, die zal blij zijn daarmee. Ik ook. We gaan luisteren, mensen. We gaan dit allemaal voorleggen aan commandant Meynals van het militair gezag. Commandant, hoe reageert u op het bericht 1 dat de kraan, ontwikkelingssamenwerkingskraan, wordt dichtgedraaid? Nou, reagerend op dat bericht van die, dat de kraan wordt dichtgedraaid, ik moet het Hollandse humor op zijn best noemen. Het is waarschijnlijk voor Hollandse consumptie bestemd of voor andermans consumptie, maar niet voor ons, want we weten dat de ontwikkelingshulp al enkele jaren al niet meer vloeit naar Suriname toe. Dus als men de kraan opnieuw gaat dichtdraaien, kan die kraan er helemaal kapot gaan. Dus komt er dan natuurlijk eruit, wat water kan er dan uitstromen. Maar verdere consequenties zie ik echt niet. U weet wat er hier speelt, hè? Dat is 1980, die man is pleeg koep. Ja, dan heeft Nederland gezegd, even wachten. Even kijken wat er hier gebeurt. En mijn geld gaat niet naar Suriname nog. Ja. Toen duidelijk bleek wat ik gezegd had van die 100 dagen. Ja, dan begon er mondjesmaat weer wat geld terug te stromen. Tot 82, hè, dat was het finale opgehouden. Maar goed luisteren, mensen. Ander facet in dit bericht is dat Nederland met klem protesteert tegen de overname van de regeermacht hier. Hoe reageert u daarop? Nou, waarschijnlijk heeft Nederland nou ruimte gevonden om te protesteren. Ik denk dat er wel serieuzere dingen zijn voor Nederland om te protesteren. Laat ze protesteren dat zo lang bijvoorbeeld Nederlanders in Irak zijn vastgehouden. En als ze zich daar druk om maken, wij zijn hier met een interne aangelegenheid van Suriname bezig. En we hebben geen tijd om op dergelijke berichtgevingen te gaan reageren. Waarschijnlijk is het ingegeven op het feit dat men heeft overhoofd gezien dat er verkiezingen komen op korte termijn. Nou, waarschijnlijk is het bewust dat men dat over het hoofd heeft gezien, want binnen de normale verhoudingen, democratische verhoudingen die er heersen, bij beschaafde mensen in de wereld, hebben wij ook aangegeven dat binnen 100 dagen na heden verkiezingen komen. Heb je dat gehoord, mensen? Hoe kan jij nou hier tegen zijn binnen 100 dagen dat er verkiezingen worden gehouden in Suriname? Verkiezingen komen. Is dat eerder dat toch? Dus heden, verkiezingen komen. Dat, hebben,
bij beschaafde mensen in de wereld hebben wij ook aangegeven dat binnen 100 dagen na heden verkiezingen komen. Ja, daar kan je toch niet tegen op zijn, mensen, Isabi. En ja, leuk, maar het is niet anders, hè. Maar ja, hoe ga je hiermee om, mensen? Dus aan de hand hiervan begon men die militairen dan toch het voordeel van de twijfel te gunnen. En oké, goed, ja, leuk, Isabi. Maar we gaan terug naar dat ding. Dus die militairen namen over. Ze kwamen met een kabinet. Er is een naam die opvalt, hè. En dat is die naam van die man die Bouterse tot governor wilde maken. Hè? Armand Sumter, mensen. Dus hij speelde al een belangrijke rol bij de eerste dingen. Kabinet. Die werd ingesteld na de coup in Suriname. We gaan luisteren naar een stukje. Dr. Anders Henk Genassin, de nieuwe minister-president van ons land. Hij werd vanmorgen beëdigd door president Ferrier. Datzelfde geldt voor meester Frank Leeflang, minister van Binnenlandse Zaken. André Kamperveen, onderminister van Sport. Dr. Anders Wongsoe Di Kromo, minister van Sociale Zaken. Dr. Anders Chongqing Yu, minister van Volksgezondheid. Mevrouw Nelstadwijk-Kappel, onderminister van Onderwijs. Dobro Robin Ravales, onderminister van Cultuur. Dr. Ingenieur Herman Adien, minister van Opbouw. Dr. Albert van Dijk, minister van LVV. Ingenieur Atta Oula, openbare werken en verkeer. Abrahams EZ, Reder Justitie. Siegmin Staphorst-Power, onderminister Volkshuisvesting. Armand Sunder, ontwikkelingsbeleid. Hier hebben we Armand Sunder, is dat wie? Even kijken hoor, mensen. Goed luisteren, hè. Opbouw. Dr. Albert van Dijk, minister van LVV. Ingenieur Atta Oula, openbare werken en verkeer. Abrahams EZ, Reder Justitie. Siegmin Staphorst-Power, onderminister Volkshuisvesting. Armand Sunder, ontwikkelingsbeleid en planning. Ingenieur Henk Illes, arbeid en volkshuisvesting. Mensen, je ziet de namen, je ziet. Er zijn een hoop van door diezezelfde militairen doodgemaakt, hè. Isabi. En een van de bekende is, hoe heet die man? André Kamperveen. Tjenasen, Isabi, dat bel bij Flo, ik nog uit zijn naam kon, ja. Op een bevrijdingsraad om Suriname vanuit Nederland te bevrijden. Omdat hij doorhad dat hij met mensen te maken had die, ja, eigenlijk een vreselijk lage IQ had. En in de beman legde een bepaalde zin uit. Wie is man bij tegen altijd, dat ja, Isabi, iedereen kan zo kou keifat koren, de mensen, dat je egotieke kondre abra. En dat je kon zit kondre na de zand, dat hij terwijl je na verstand vast aan dat schrift schrijft. Isabi, dat is een hele. Je komt erachter dat je. Dat je je danig hebt vergist. En dat is een hele pijnlijke situatie geweest voor heel Suriname. En ja, je schiet er niks mee op, mensen, want ja, we zitten er nog steeds mee. En ja, Jere, Hassan, het heeft ons geen voordeel opgeleverd. Dat is het meest vervelende ervan, hè, Isabi. Maar de ding sukkelt verder tot eigenlijk 1986. En dan, ja. In 1986, dan gebeurt er iets in Suriname. Dat die mensen, er komt dan uiteindelijk verkiezing in aantocht in Suriname. En dan, ja, oké, geweldig. En wie kondigt dan verkiezingen aan? Die verkiezing die na 100 dagen moest gaan plaatsvinden, die komt pas in, ja, na 6 jaar in Suriname. En ja, we gaan een stukje luisteren naar die
persoon die vertelt waarom er de verkiezing die in aantocht komen en wie dat aankondigt. Hè. Ga maar luisteren zelf. Voor Usma en Adismo Tapu. Ik denk dat die UNO de tegen democratie. Voor Usma, ik denk dat UNO de wani democratie in het onder visie. Maar moet je maar eens in herinnering dat UNO tak altijd dat aan macht moest doen aan volk, aan macht naar volk, naar volk, door volk. En alhoewel bij 1980 UNO bij af een concept, een duidelijk blauwdruk over zijn we takkie voor tjare kon daadwerkelijk in praktijk. Hier is hij toch dat toch? Dus de man pleegt gewoon kloep. Maar de nababi, een concept de nababi, is gewoon plots klap. De man pleegt gewoon kroep, ja, daar zit je nu ermee. Dat gaan we doen nu. Zo moest doen, Isabi. En ja, oké, okay, ik geef het toe. De voorbeelden liggen daar, dat Ugo naar een volk op een volkscomité is. En of trouwen lukt, of trouwen mislukt, laat ik in het midden, omdat de wil aanwezig is om de macht bij het volk te brengen. Ook op een regionale raden, ook op een districtsraden. We hebben niet gezegd, we blijven in het kamp en zeggen van we hebben de macht van de geweren. We hebben constant in de afgelopen periode met dit volk samen willen regeren. En omdat wij samen met het volk hebben willen regeren, zitten al deze mensen vandaag hier. Want ik had ook een militaire raad kunnen installeren. Een militaire raad waar ik niks te maken had met burgers. Vandaag aan de dag zit ik hier met bedrijfsleven, ik zit hier met vakbeweging, ik zit hier met politieke partijen, ik zit hier met, noem maar op, kapitaal, nationaal, internationaal kapitaal, omdat ik weet dat we een groot job te doen hebben om de democratie naar het volk te brengen. Goed zo, hij wil democratie naar het volk brengen. En je gaat je afvragen, dat je dat zei je met die draai zo dan. Wat is die reden dat je ineens je conquistie schrijft, ja? Je bent niet democratie naar zijn. Want ja, staatsgreep en democratie gaat niet samen, mensen. Je kan dat zeggen, want niet. Je nog kan plegen van staatsgreep. Dat je dat, ja, we gaan democratie brengen naar zijn. Want ja, een staatsgreep houdt in dat je de democratie doodschiet. Ja, dan van je tja, man, man, de isutkiri. Je op het amans doe je man sturen, dat je moet je op het job. Nou, amans am sutkiri net, Isabi. Dus we luisteren naar hem en dan gaan we straks kijken wat de oorzaak was dat hij dit moest komen vertellen hier zo. Maar mensen vertalen democratie als verkiezingen. Zogenaamd, maar denk dat we nog een hoorverkiezing. Heren, na Hassan is mijn tapu, want nu moet Johan Boskoku, lijkt van Masra is maar met tak over Sani, mij heb een verkiezingsdatum ja te doen. Ik heb een verkiezingsdatum dat hij deed. Tapu, een belangrijk deel is voor interventie. Ik heb een verkiezingsdatum gedaan. Maar om Archie Boom. Om Archie Boom samen te doen. Begrijp dat ik me nieuwsgierig. Ik ben nieuwsgierig. Maar ik hoop dat u leert Sani in de afgelopen jaren. Ik hoop dat u leert dat u samus eis voor de leiders daadwerkelijke inspraak en daadwerkelijke controlemechanismen voor Sani we spreken af naar Makandra daadwerkelijk in voer uit. Controlemechanismen, mensen, Isabi. Na 40 jaar voor de auditie, we zoeken alle controlemechanismen ze dan. Maar, drie jaar toch, we gaan door luisteren, mensen. En dat mijn hoop dat Theo het over verkiezingen, dan sma o actie van verkiezingen, dat ik na pangai psi leem tjitiki in die mofo, dat ik bart, mijn loba verkiezen, mijn loba joko, joko. Mijn loba joko, joko. Nek ook bang de ene idee dat die. Maar ik ook bang aan de idee dat je begint barsan of olifant. Je begint bar alles wat geweldig heeft. Maak ons dom dan u takkie, u tjentje per serie. Maak een volk daadwerkelijk, daadwerkelijk, abi inspraak
naar controle en een hoogste, let wel, een hoogste zeggenschap in dat andere dizie. Maar dan is het mooi, die jongen verkiezingsdatum. Want toen afspraak met in het topberaad, leek van mijn lastman bij Taki. En zijn dat die jongen eigenlijk aan bij Tjako in het betoog. Want toen afspraak met en Vivi belangrijk afspraak met en mensen, Isabasan is dat Vivi belangrijke afspraak met naar het topberaad. En ze namen. Na Sandisweka Leonsberg akkoorden. Leonsberg akkoorden. Isabi. Even kijken hoor. Dit ding moet je even vasthouden. Want me betekent dat je over zeiden met Kamandis draai. Dat is een belangrijke vraag. Zeiden met Kamandis draai. Ja. Er moet toch een duidelijke oorzaak zijn dat je zei de Mickey Amandisi draai en moffel dat ja, oké, okay, ik ga aan democratie samisu toe, mopotembaka. En ja, dan Masara Lachman voet op beraad. Ja, we hebben 5 belangrijke afspraken met elkaar afgesproken. En dat ga ik dan zo'n beetje aan die mensen voorhouden, dat publiek die hierop af is gekomen. 2 reden mensen waarom dit ding heeft plaatsgevonden. En ja, een van die reden was dingen, hoe heet het, Brunswijk was een van die reden. Maar een andere belangrijke reden was de hulp van Lachman mensen. En hier krijg je dat ding, dat je zegt, maar is dat voor dit toch, Isabi? Er zou een invasie komen in Suriname, van buitenaf. En dat ding was zodanig erg, omdat, kijk, in 1984... kwam die man Amos Wako naar Suriname, speciaal rapporteur van de VN, mensenrechtenrapporteur, om onderzoek te doen naar de moorden die hebben plaatsgevonden in Suriname. Dan moet je nagaan dat in Sanif mooi wanananga de Sandati nog bij vinden plaats zitten. Want ik zeg, ik heb het over 84, 2 jaar na dingen. En daaruit kwam dat, ja, daar al was vastgesteld dat je denkt, ze namen die waren onder vreselijke omstandigheden om het leven gebracht. En ja, dat heeft iemand gereporteerd. Dus ja, de buitenwereld die had zijn pijl op Suriname gericht. En Isabi toch, iemand van lo, man is moeilijk dat je man voelde voor Nicaragua. Ja. En ja. Cuba BD, we zijn in Senambekong ook toe, voor konden we mee naar de Sanisi, Isabi. Dus men wilde dat niet. En in Suriname. Daarom, je ziet dat je Amanisi kon draaien, dat we gaan democratie weer in ere herstellen. Oké. We gaan een stukje luisteren van die dreiging waarom hij. Zij de mekaar kon draaien, mofo. Dat je, oké, ik ga weer terug naar de democratie. Ja. Omdat, ja, hij had Lachman ook nodig om aan de wereld duidelijk te maken van, kijk, ik ga maar mijn woord houden en ik ga van alles doen, Isabi, voor herstel aan democratie. We gaan luisteren, mensen. Acties van Brunswijk zouden ons land uiteindelijk enorm veel schade toebrengen. Niets werd ontzien. Scholen, elektrische masten, bruggen, alles werd vernietigd. Vele productieactiviteiten kwamen stil te liggen. Een voorzichtige schatting van de schade loopt al in de honderden miljoenen. En mensen, kijk nou, dit hier werd de zaad geplant voor Suralco ook. Hè, om te zeggen dat hier en die schade die jullie 2 aanrichten, Isabi, wie gaat dat betalen?
Als je praat over schade, bijna 100 miljoen. Ja, dan hebben we een probleem, mensen. De revolutionaire leiding had in de beginjaren van de revolutie, toen er nog volop deviezen waren, besloten de ontwikkeling van het land te laten prevaleren boven de aankoop van wapens. Het Nationaal Leger was dus niet in staat een adequaat militair antwoord te geven op de acties van Brunswijk. Dankzij een creditline met Brazilië, waarbij wat materieel kon worden aangeschaft, kon erger worden voorkomen. Dit materiaal was echter niet voldoende om het terrorisme definitief een halt toe te roepen. Nee, maar bij Brunswijk terrorist, maar is dat weer terrorist? Maar oké, vandaag weten we beter toch, mensen, Isabel. Het was gewoon een ordinaire drugsoorlog tussen twee mensen. En ja, kijk wat van Suriname geworden is, hè. Vele jonge Surinamers zouden hun leven verliezen bij de verdediging van het vaderland in de strijd tegen het door Nederland georganiseerde terrorisme. En hier hoor je dat toch, door Nederland georganiseerde terrorisme. Maar dan ga ik u een stukje laten horen waarbij je toch achter je oren moet gaan krassen om te kijken van wie die invasie in Suriname wilde plegen. Isabi. En dat je kan wel zeggen dat het door Nederland georchestreerd is. Isabi ligt aan de man die zie hoe foltelijk nou, Isabi, nee, wanneer wijzig, denk je dat hij. En ook al is dat bewijs daar, want Sanamang is draaien in het aknom, nee, Arki. Omdat na die zin van Taki en dat wordt aan Taki. Ook aan de kant van de terroristen vallen doden. Nu bleek ook de Franse Hier zo mensen, Arkibong, hè. Franse betrokkenheid. En dan ga je die perfect horen van dingen, perfect. Die vertegenwoordiger van Frankrijk, van Frans-Guyana in Suriname. Ze gaan hem interviewen. En ja, hij zegt, hey, Isabi toch. Er zijn foto's en er zijn beelden van Franse militairen, blanke, hè, Isabi. Dan gaat hij aan dat hij. En Isabi van de man die zijn vertaling toch niet eerder, nou weet man. We vertellen maar toch naar Nederland. Dan gaan we reden toch mensen, Isabi. Maar goed luisteren, hè. Betrokkenheid bij terrorisme overduidelijk. De chargé d'affaires van Frankrijk. Kijk nou. Chargé d'affaires, Isabi. Dus ja, de man in charge van Frankrijk. Ja? Dat is diegene die dat gaat doen. Maar ik wil voor de historische dingen duidelijkheid hebben. Want kijk, dit zijn originele, echte mensen die bestaan hebben. Die deze functie bekleed hebben. En die dan nu wat gaan zeggen. En Isabi Tewaman Takwansani kan je hem altijd erop aanspreken en zeggen, ja, maar ja, destijds heb je dat gezegd. Je kan hem confronteren met zijn woorden die hij geuit heeft. Hè? Dus we gaan goed nog eens een keertje luisteren. Ik wil dat Surinamers dit goed in hun geheugen prenten. Ook aan de kant van de terroristen vallen doden. Nu bleek ook de Franse betrokkenheid bij terrorisme overduidelijk. De chargé d'affaires van Frankrijk. We are sure for the moment that there is one legionnaire deserter from the legion, because we have found documents have been found on him, on his body. But for the other corpse, we don't know yet from where he comes. He's a legionnaire, but what will the French government do with this? Well, I will inform my authorities, you know, to check if there has been deserters in those last days in the Legion in French Guyana. That is the first thing that I have to do. It seems there has been, but I have to check first. Okay, thank you. Okay, mensen, dus één dreiging, Brunswijk toch, ja? En die andere had ik gezegd, Latschman toch? Want hij was de enige, no, maar no, want tak na bouta, de wereld niet.
En dan ja, moet je toch iemand zoeken. Zo mee bos in Horm. Meinas. Abrahams. Ja, de Abrahams dan gaan ook spelen. Totaal geen rol destijds, mensen. Daarom niet tegen. Er is binnen dat ding een coup geweest. Onder die militaire schreef je om. Maar daarom, look hoe maar like Ormskerk schreef. De man dacht, ja, hij was bezig met een coup. Daarom de bankiering. Horp, ja, bezig ook toen met coup. Maar er is een citaal. Ja, ook dan een coup, de besloten. Al dat soort nonsens kreeg je te horen, Isabi. Maar dit is belangrijk, want kijk nou. Suriname had een keus, Jere. Je ruimt je troep op en alles stopt nu. Of, lekker Fransman die zie, er komt gewoon een invasie. En dan niet vanuit Nederland. Ja, natuurlijk, Nederland is... Nederland en Frankrijk zitten in Europa, mensen. Isabi, ik moet voorzichtig mijn woorden kiezen. Tak minu tak donzani. En Europese Unie, oké, okay, jaren 80, die mannen waren druk bezig, maar... Suriname moet niet vergeten dat hier, nou, is op omeni voeding Marwinasma Abragua Tracy naar Frankrijk. En zij moest doen aan mensen. Het zijn vluchtelingen, Inokajagi Dengue. Maar het kost wel handenvol geld. En zo mijn paaien. Alleen maar omdat er een persoon daar zit die vindt dat, ja, Mimko pleeg gewoon koep, Mimko doet iets in dat. Ja, leuk zeg. En ja, Mimko Gidemanjang. Maar... omdat men niet met dingen praatte, Boutersen. En ja, de dreiging groter werd, want ja, Brunswijk had je. En dan nu nog een Franse invasie in Suriname. Waarbij al Franse militairen gesneuveld waren. In Suriname, Isabi. Tijdens bepaalde gevechten. En je kon het niet meer ontkennen, want deze beelden gingen de wereld in. Om te laten zien dat ja, de Fransen diep betrokken waren hierin. Die Fransen hadden een plausibele reden, omdat ja, we kregen te veel vluchtelingen. Naar niks aan Turkije, toch? Naar de man van Syrië. Hé, hey, jongen, ik kies toen ze voor Syrië. Gaan er ze Abrakami konden. Nou, dan ga ik orde op zaken stellen daar. Want Minowanasan is met de man goed terug. Dus, is een normale reactie. En dan, ja, de oorzaak van dat ding moet je kunnen weghalen. Oké. Met deze dreiging kreeg Suriname nog een laatste kans. Takjere, nou, je gaat orde op zaken stellen. En ik wil dit niet meer. Die mensen moeten weer terug de grens over. Omdat, ja, aan een UNO-probleem. Ja. Boutersen raakte in paniek natuurlijk. En dan krijg je dit. En hij kwam terug bij Lachman. En Lachman die zei dit erover. De Franse bemoeienis nam zodanige vormen aan dat de topberaad het nodig achtte om een massameeting te organiseren op het Sifaplein. Op 12 december 1986 wees het Surinaamse volk massaal elke buitenlandse interventie af. Al degenen die ons bedreigen met interventie en bedreigingen, aan hen wil ik zeggen, meneer de voorzitter, laat ze ons de rust gunnen. Wij Surinamers zijn bezig ons eigen problemen op te lossen. I arki mensen, zei Psaja, Isabi, laat je maar nu takasan die zomaar. Ja, kijk, alleen maar om Boutersen te helpen om de dreiging van die invasie van die Fransen af te wenden. Amante, ja, invasie heeft hij genoemd. Mek de man tapu, uno lasa probleem op Srefi, ja? Goed luister weer. Ik ga het herhalen weer voor u. There has been deserters in those last days in the Legion in French Guyana. That is the first thing that I have to do. It seems there has been, but I have to check first. Kijk nou, Isabi toch zei de man die zei, te je kies een man voor een vijandelijke troep, wat gaat de nationale regering doen? Ze gaan ontkennen dat die persoon bij hem behoort, ja? Ze gaan zeggen van, ja, ik ken die man niet, of die man dingen. En dit is het klassieke voorbeeld van een antwoord van, ja, ik wil mijn bemoeienis niet bevestigen.
Ik moet het ontkennen. Dus wat zeg ik? Ja, die man is een deserteur. Hij is weggegaan uit het leger. Hij is gaan vechten aan de zijde van de Jungle Commando. Begrijp je mensen? Dat is... Iedereen weet dat Sango Chuzo Nascoro is Sabi Takia. Dat is het antwoord dat je kan verwachten. Want we willen niet rechtstreeks een bemoeienis hebben. Oké, okay, we gaan verder luisteren. Ik ga herhalen. Oké, okay, thank you. De Franse bemoeienis nam zodanige vormen aan dat de topberaad het nodig achtte om een massameeting te organiseren op het Sifaplein. Oké, okay, Isabi is aan het topberaad. Hè. Topberaad is dat ding van die oudere nationale leiders. Hè. Lachman, Aaron en Sumita. Aaron die had zijn les geleerd omdat hij dan die onafhankelijkheid had genomen. En ja, Boutersen had hem afgezet. Sumita speelt totaal geen rol, mensen. Sumita moet je zien net als Moustadjano. De meid daarmee misbruikt, dat is aan die vink. Maar ja, goed. Dus die ene eigenlijke sterke leider en oudste leider van Suriname, om Suriname te redden, is dit ding. Op 12 december 1986 wees het Surinaamse volk massaal elke buitenlandse interventie af. Degenen die ons bedreigen met interventie en bedreigingen, aan hen wil ik zeggen, meneer de voorzitter, laat ze ons de rust gunnen. Wij Surinamers zijn bezig ons eigen problemen op te lossen. Hier toch? Ja, oké, okay, prachtig toch? Isabi, hij schiet de Boutersen te hulp. Want ja, even... als hij niet te hulp was geschoten, mensen, dan had Boutersen een vreselijk probleem. Dan kreeg je die Fransen die gewoon zouden marcheren in Suriname om de boel op orde te zetten. En dan Hooghart kon dan een land ook nog bijvoegen op zijn lijstje voor de Fransman. Dat de mij kon niet kon, dat de man Fomi, Gimankeri, dat de man Puriu. Isabi. En dan zeg ik van, moet je luisteren, kijk, met de kennis van nu zou ik zeggen van, ja, hier en dan kijk, aboom. Eigenlijk beter de Fransman bij doen, want ja, we zitten nu al 40 jaar opgeschreven met deze rommel. Isabi toch, mensen. Kijk nou, even wachten hoor, mensen, ik ga even wat zeggen. Jan zegt A en Piet zegt B, wie praat de waarheid? De waarheid moet u zelf erachter zien te komen. Ik geef u deze informatie en u moet bepalen wat u ermee moet doen, Isabi. Op iTunes, dan ga je zien. En je moet niet je laten beïnvloeden. Ook vooral door mij niet, hè, Isabi. Even kijken hoor, meneer Singh. Hoe betrouwbaar is hetgeen wat Lachman naar voren brengt? Want er is een akkoord gemaakt. Misschien ook mondeling waarbij de pers niet aanwezig was. Ik bedoel het Leonsberg-akkoord. Niemand weet ooit wat daar besloten is. Ik heb slecht nieuws voor u. Want meneer Boutersen zelf gaat zeggen, Taki, wat er in die akkoord staat. Dus Arkimar, ja, ik ga het zo doen, even nog, ja. Mooi programma, meneer. Fred is van de zorg, een ontwikkeling achter. Komt u er. Goedemiddag, mooie uitzending. Is het mogelijk om de aflevering opnieuw te beluisteren? Ja. De dingen, hoe heet het? Ik neem aan dat de directeur van Standvast dit op YouTube gaat plaatsen, mensen. Dan kan u daar zo weer een keer zich gaan herbeluisteren. Ja. Maar kijk nou, in Suriname bestaat er veel ruis, omdat Uno Sapsani. Ja, in het Tekitengo-onderzoek. Dus we zeggen, ja, Leonsberg akkoord, leuk, dies, dat, die. Maar het is geheim, is niet geheim. Kijk nou, dezezelfde Boutersen gaat jou zeggen, 5 afspraken zijn nagekomen in het Leonsberg akkoord met Lachman, Aaron en Sumita. Laat het duidelijk zijn voor de dingen, de Surinaamse generatie, dat ding wat er gezegd wordt, dat Leonsberg akkoorden geheim en er was geen pers bij. Bij deze heeft de Surinaamse bevolking alles
is die te weten gekomen van wat er staat. Arkiboom, ja. Want Bouters gaat ook zeggen, midden akkoord naar dat hij. En je weet waarom toch? Twee redenen. Eén bij de Brunswijk, die bracht enorm veel schade toe in het binnenland. Tegen Suralco, ja. En Suralco was een levensader. Isabel Echamonico, want ontwikkelingshulp bij Stokba. Enigste vreemde valuta, zei de man, die is bekisie, naar Suralco. Dus het was moeilijk mensen voor hun. De tweede was die dreigende invasie van de Fransen in Suriname. Dus hij moest aan de onderhandelingstafel gaan. En om verkiezingen uit te schrijven, iets wat hij nooit wilde, Isabel. Leonsberg-akkoord, hè? Laat hij jezelf vertellen wat erin staat. We gaan luisteren. 31 maart 1987, wie Nationale Assemblée moest ba nanga afgerond werden. Een belangrijke afspraak, Mickey. Kijk nou, belangrijke afspraak, Mickey. Ja toch, Isabi? Goed luisteren weer. Dit moet in jouw geheugen gegrift zijn. Taki jere no, milik sanamang, no wamane chami edegweri. Ook niet meneer Singh. Ano me takja, me Mickey Arki San takja zo. Ja? Hier is dan net voor Sanito Klatsman. Kijk, wij Surinamers gaan dit ding zelf oplossen. Die oplossing komt van binnenuit. We gaan het doen. Klatsman had een hele goede reputatie opgebouwd in binnen Suriname, als buiten Suriname. Met Nederland, met Frankrijk, want zijn naar buurland. Nanga, ook toe de Verenigde Natie. Dus hij straalde vertrouwen uit. Daar heeft Bouters er gebruik van gemaakt om te zeggen, jere, nou kijk, ik kan me geen invasie verloven. Jipmi. En toen kwam dit eruit, ja. Die Leonsberg-akkoorden. Nogmaals, maar dan denk ik wel trapprogrammamaker, jere, nou kijk. Je bent fout bezig door te zeggen dat ja, het is geheim, er was geen pers en we weten het niet, het is niet op. Nee, kijk, hij gaat je het zelf vertellen. Goed luisteren weer, Bouters, hè. Want toen afspraak met die in het topberaad leek van Masa Lashman bij Taki. En zijn dat hij eigenlijk aan de Tjako in het betoog. Want toen afspraak met die. En Fifi, belangrijk afspraak, Mickey. 31 maart 1987, wie Nationale Assemblée moest ba nanga afgerond werden. In concept. Sixi moon baka a concept, dan maximaal sixi moon baka a aanname van concept. A volk moest horen van referendum. Wim horen van referendum, dus if a volk wanneer ja dan nee. Sixi moon baka a referendum dat hij uiterlijk dan verkiezing mag horen na kondre. A kiesgerechtigde leeftijd op de 18 jaar. We zakken met ADECO 18 jaar. Omdat 18 jaar oefen dat hij verantwoord to de. En u tijdje, a vijfde belangrijk sani, dat die regering die zie, moest bij je sneller en voor al betrouwbare kiezers lijsten. Mensen, die staan consensus voor. Inge is tijdens haar verkiezing betrouwbare kiezers lijsten. En dan nu, pak 40 jaar, in zijn vervalsde kiezers lijsten, Isabel Fetjewan, Lo Aruban, Aruban, Kuban. Dan een Haitian kassen dan. Je put het op de kiezerslijst. Maar het is leuk, hè. Dat is concept voor. Maar goed, ik hou mijn mond. Dit is een belangrijk historische feit. De kiezerslijst moest betrouwbaar. Barangassa. Belangrijk zijn je tactieken. Maar mij, wat hij die unuwasani, omdat hij mijere
dat die, wij zijn harde onderhandelaren geweest en dit is moeizaam verworven. Moeizaam, er is gevochten, er is gestreden. Make me taigiwan, meneer Lashman. Een militair gezag, abwan san fu taigi. Kaka yesi, een militair gezag, abwan san if taigi, Lashman, ja? Harde onderhandelaars geweest. 31 maart 1987, haar eerste afspraak, akkoord. Akkoord. Hij gaat akkoord. Zij de Mekigo akkoord, ja? Ik vind ook akkoord. Fransman, oh, Wipi, Isabelle Katibo. Hij gaat nog met een paar dingen meer. Dingen. En je ziet, hij doet het. Hij takt naar Nonang Aaron, Nonang Sumita, hij takt naar meneer Lachman, ja? Arkiboom, historisch. Laat het goed in jouw besef doordringen, Isabelle. Jij moet weten wat je hiermee doet. Handelaren geweest en dit is moeizaam verworven. Moeizaam, er is gevochten, er is gestreden. Make me taigiwan, meneer Lashman. Een militair gezag, abwan san fu taigi. 31 maart 1987, haar eerste afspraak, akkoord, geen probleem. Siksimong baka aref nadien referendum, geen probleem. Isab zeide, omdat u taigi DNA, take you thing en go naar volk en leg a volk uit. Alle artikel zijn scripting naar contract, make a volk, alle organen, make a volk, stap dadelijk zou uitteken. Mino wan met a volk kan kruis zomaar. Je go naar volk Siksimong en je leg a volk uit, sang a volk geteken. A volk moest je a kaf, hoe a kap voor afront werd, a volk moest je inhoud voor afront werd. Dus Siksimong baga aanname, 6 maanden na aanname van a concept frontwet, we horen een referendum. En minister-president, mega taigi, er was niks moeilijk te onderhandelen. Mega opdracht nou, if ik ba, om elke dag na referendum verkiezingen te houden. Je mag. Elke dag in 87. Elke dag in 87. Take back. Je kiest een vol mandaat. Take back. In 87. Dat je mag horen verkiezingen. Maar hoor af voor de gek. Oké, mensen. Ja. Het draait toch. Je ziet toch zijde met elkaar draai. Ja. Nou, oké. Prima. Hoe heet het? Dit is... Het is pijnlijk voor sommige Surinamers dat dit het gevolg was. Maar ja, mensen, ik kan de historie niet veranderen. Hè? En het is wat het is. En ja, je zou het ermee moeten doen. Dus je hebt nu Wananowani, Bifkohor-verkiezing. Ja, de democratie die hij omver heeft geschoten, moet hij weer in leven halen. En ja, oké. Hij is akkoord met dit, akkoord met dat en akkoord met alles. Isabi toch, mensen? Dus, no mekis machayu edegwe etegi wan lo nonsens. Ja, jij mag in nonsens geloven, hè. You know, bijimang nin yo osso. Niemand gaat tegen je zeggen, ino mag duwassan dat jongen na de wandat. Nee, daarom heb ik ook gezegd, taki... als jij dat ding wil geloven, wat er verteld wordt, ja, en je weet niet zeker dat het zo is, dan ja, kan je ons vragen, is dat wat we doen, ding, voor actie, voor leg je uit hoe dingen in elkaar steken. Begrijp je toch, mensen? Maar we krijgen, ik wil u nog een stukje meenemen. Kijk, meneer Boutersen moest nu, omdat hij de militaire macht had in Suriname en dan als zodanig ook regeerde, moest hij naar de VN om daar duidelijk te maken tegen de wereld dat in Suriname geen militair dictatuur meer is. Maar dat er sprake is van een
een democratisch gekozen regering nu, want er komen verkiezingen en alles aan dat Isabi. En daar zie je dat hij vreselijk zenuwachtig is. Maar ja, de man die zie bij de man vaarlijk jong. Jonge groep. En hij heeft het ook gezegd, mensen, duidelijk, takeren, nou kijk, wij, Utekwan Koep Abra. Maar ja, eigenlijk wisten we niet wat we ermee aan moeten. Uteka Koep, Unoba, Blauwdruk, Unoba, Abi, Next, Isabi, en ja, hoe heet het, wat moet je ermee? Dan heb je een koep gepleegd, maar ja, je weet niet wat je ermee aan moet. Ja, we gaan een stukje luisteren, mensen. Even kijken hoor. Aan de verkiezingen. Zij was immers geen politieke partij. Daarom werd de NDP opgericht, de Nationale Democratische Partij. Ook in de NDP bleef het principe van participatie van alle etnische groeperingen gehandhaafd. Woensdag 30 september. Grondwet, ja of nee? Op woensdag 30 september 1987 werd voor het eerst in de geschiedenis van ons land de grondwet getoetst aan de wil van het volk. Vrijwel iedere Surinamer toog naar de stembus. Een grondwet die tot stand was gekomen zonder bemoeienis van Nederland. Het werd een massaal ja. 98% van de uitgebrachte stemmen was voor onze nieuwe grondwet. De grondwet was mede het resultaat van de besprekingen die de leider van de revolutie gevoerd had met vele andere staatshoofden. Het zoeken naar de vorm voor de echte democratie stond bij alle internationale contacten op de agenda, of het nou in Guyana was of in Nicaragua. Comandante Desi Bouterse, líder de la revolución de Surinam. Ook bij bezoeken van staatshoofden aan Suriname werd diepgaand gediscussieerd over democratie, zoals bij het bezoek van Jerry Rawlings van Ghana, hier bij de start van de alfabetisatiecampagne in Nikeri. Uiteindelijk maakte commandant Desi Bouterse als leider van de regering op 2 oktober 1987 aan de wereldgemeenschap bekend dat er algemene, vrije en geheime verkiezingen zouden worden gehouden in Suriname. Dit gebeurde tijdens de 42e algemene vergadering van de Verenigde Naties te New York. En dit, mensen, voor de historie, je moet gaan googlen, hè, Isabi. Je noemt brief meer, Isabi, je moet zelf gaan googlen. Je moet toetsen Amos. Amos Wako. Amos Wako was de speciale VN-rapporteur voor mensenrechten schendingen, die opdracht kreeg om onderzoek te doen naar de misdaden die Bouterse gepleegd had gedurende die periode. Dat hij dan overstag. Hij maakte dan overstag. Isap zijn overstag. Amman kindje praxeerde dat. Oké, goed, ik stop nu. We gaan de democratische weg op. En dan, je ziet ze zijn nodig. Wanneer, ja, we doen mee. En ja, hij zit nu bij de VN en moet het wereldkundig komen maken. Van ja, leuk, nou kijk. Suriname zit in het slop, mensen. Moni no de, Nederland, nee, jippie. Fransman, het dreigen voor kon vallen binnen. En oké, er moet wat gaan gebeuren, omdat Suriname ligt ook in de achtertuin, zoals we de troepen van Amerika. En ja, daarom zeg ik tegen mensen te keren, kijk, de moeder der verkiezingen, dat is leuk, maar
Maar de moeder der verkiezing wordt niet bepaald in Suriname. Je kan doen alles fraude, dat is niet. De moeder der verkiezing in Bolivia, Nangafu verklaring Venezuela, is ook buiten Venezuela bepaald. Om te zeggen van nee, kijk, je hebt gefraudeerd. Maar we gaan luisteren naar zijn speech in de VN, waar hij tegenover de hele gemeenschap, wereldgemeenschap moet zeggen, dat ja, Suriname aan een dictatuur, maar we gaan... en dan weer uniformeren mensen, want ja, ze nemen kan ons eens. Hij heeft gewoon een nette pak aan om te praten. We gaan luisteren naar zijn speech in de VN, mensen, waar hij aankondigt dat Suriname dan een democratie wordt weer. Great pleasure in welcoming the head of government of the Republic of Suriname, His Excellency Commander Désiré de Bouters. I invite him to address the General Assembly. Come before you today because just 2 days ago, the people of Suriname made their voices heard. They expressed a desire for a new life and a new beginning. I come before you today to tell you that the people of Suriname have just written their own constitution. And I come before you today because the seeds of revolutionary change planted in 1980 are bearing fruit. 2 days ago, in the presence of international observers, our constitution was approved. It is a document which was carved from the accumulated history, experiences, and knowledge of our people. And on November 25th, just weeks from today, general elections will be held, and in an era of civilian control will commence. The army is ready and willing to accept the results of this process and is committed to defending and securing the national integrity and sovereignty of Suriname against intervention and interference. Verkiezingen worden gehouden, mensen. En u hebt het gehoord. De datum van deze verkiezingen werd dus vastgesteld op 25 november 1987. 7 politieke partijen namen deel en de opkomst was beter dan ooit tevoren. Tevens waren deze verkiezingen de eerlijkste en best georganiseerde in de geschiedenis van ons land. Uiteindelijk zou de combinatie van de 3 op etnische grondslag gebaseerde oude politieke partijen de verkiezingen winnen. Hiermee maakte het Surinaamse volk een indirecte keuze voor de Nederlandse ontwikkelingsgelden. Maar weer liet Nederland het afweten. Suriname werd afgescheept met 100 miljoen gulden Nederlands. En ondanks deze injectie werden de problemen veel groter. Ja, mensen. Verkiezingen werden gehouden. En ja, dit is dat probleem waarmee we in Suriname kampen, mensen. Lukuno, kijk. Jere, ik ben gaan stemmen, toch? Ik heb voor je gekozen. En ja... Morgen wil ik gelijk dat alles verandert. Dat is dat probleem die we meemaken in Suriname. De Surinaamse bevolking die doet mee, participeert in de vernietiging van dat land. En dan tegen mij worden geconfronteerd hiermee. Dan krijg je dat probleem, dat hier en oké, het gaat niet goed. Ja, Obesasan is ook toen afvindig toch. Vindig is 10 jaar tijd voor ruime konden op. Die vinden, denk ik, dat die hier nou,
Ik heb 10 jaar al die trein weer op de rail gekregen. Ja, alles kan goed gaan weer. Als ik kan rijden, ik kan dender. Nou, ik tegen je met een auto toch, mensen. Want auto, want man, die auto brokko helemaal. Dat tikkie ding, je tikkie money, je repareren, je bij onderdeel, dat type ding. Dat ik dat, ik moet starten, motor moet rijden. Dat net, want zei ik op ze, maar trouwens kon dat borok me op een gang. Omdat zeiden, ja, de Surinaamse bevolking is ongeduldig, mensen. De creëren probleem, dat de creëren probleem, de neemt wacht die. De man tak te maar hij los op. Want ja, is mij kooi beloof je ook toe. Want lo nonsens tak ja, je moet, ik wil, ik ga op je stemmen. Maar dan, je moet, kon je minanga, als aan die zit tak ik het geweldig goed en snel moet kunnen krijgen. Want ja, ik, minne wan pinamoro. Daarom is stem naar je tapu toch. Begrijp je mensen? En dat is die fout die wij maken. En wij gaan die fout weer maken, hoor. Wij gaan deze fout weer maken. Loco, zoals het er naar uitziet nu, gaan Surinaamse mensen massaal, ja, massaal afstappen van de NDP. En ze gaan dan overgaan naar de ja, oude politieke partijen. Isabi. En ja, ze gaan dan met de veronderstelling, dat hier, de man die zie, ja, ze gaan het beter doen. Maar ja, is dat van Oenusenama dit toch? Dan gaan we weer klagen, omdat jouw troep die jij gemaakt hebt, moet opgeruimd worden. Want als Sandisi, het gaat jaren duren en de Surinamer heeft dingen, niet het geduld, aan Abba geduld, want ja, het moment dat hij, dat... Even kijken hoor. Ik wil u nog wat laten horen. Hè. Kijk, dat van die... Hoe heet het? Waarom het in Suriname moeilijk is om te gaan voor een politieke partij voor corrigeer, is dat je, het gaat je bijna nooit lukken. Omdat, ja... we gaan naar diezelfde man luisteren die het onmogelijk maakt voor elke partij om in Suriname te kunnen regeren. Isabel, het gaat je niet lukken. En daarom zeg ik, kijk, luister, ik ben mijn programma begonnen door te stellen dat die Suriname staat aan de vooravond van de revolutie. Lucas Eipsa. Dan van de karing Prodowaka Lukusepsang Rifo. Ze gaan een grote feest organiseren, al die dingen. Terwijl het bevolking, Epina, de man Tikka moet ook een spen naar de Sandati. Ja. Voor elke regering die denkt dat ja, we gaan eerlijke verkiezingen houden en we gaan terugkomen en we gaan dan dat land opbouwen. Ik heb slecht nieuws voor jou, want dan heb je niets begrepen van die hele revolutionaire periode van Suriname. Een man die zich onder druk van Frankrijk naar de Verenigde Naties, naar ja, een deel Brunswijk. Brunswijk is helemaal overgegaan, want in Brunswijk naar Matthias, die druk is weg komen te vallen. We hebben nog steeds Frankrijk en de buitenwereld die Suriname een helpende hand kan toesteken in de vorm van deze mensen weg te halen. Maar waarom ik dat zeg, dat het onmogelijk is voor iedere regering, komende regering. Ja, deze mensen zitten er nog steeds. En ja, dus je moet mij niet geloven. Luister naar hier wat hij gaat zeggen. Goed luisteren, ja. Waarom ik zeg dat het voor geen ene regering mogelijk is om in Suriname te regeren. Goed luisteren, mensen. Historisch besef, ja. Meeting hier gezegd. De laatste meeting heb ik hier gezegd. Dat welke politieke partij ook, middels welke verkiezingen ook in het land, aan de macht komt, zij zal rekening moeten houden met het leger. Er wordt niks met het leger gedaan. Hier, Anomitaki,
Anomi Taki, Isabe. Hij zegt het zelf, er wordt niets buiten het leger gedaan. Ja? Elke politieke partij die komt regeren, ja, die zal rekening, middels welke verkiezingen dan ook. Dus jij kon, ja, hoe win verkiezingen toch, ja, moppo. Nee, jij zal rekening moeten houden met mij. Arki, het is een lezing, voor je besef. Luku soti aboma ukweki, ja, Arki boom. Meeting hier gezegd. De laatste meeting heb ik hier gezegd. Dat welke politieke partij ook, middels welke verkiezingen ook in het land, aan de macht komt, zij zal rekening moeten houden met het leger. Er wordt niks buiten het leger gedaan. Oké, okay, dus ik wens meneer Santokki, meneer Rusland, meneer, ja, die Somadje hoef je niet te noemen, en Brunswijk. Maar ik wens ze veel succes. Dus wie zie je, wie verkiezing? Nee, je zal rekening moeten houden met het leger. Ja, dan ben je uitgesproken toch, mensen? Ben je terug bij af? En daarom sukkelen we 40 jaar lang al met dit soort ellende. En daarom, Tita Kangasanaman. De Moutegi dacht, ja, maar ja, we zijn nog een jonge natie. We zijn een jonge natie, dus ja, hoe kan je dit aan dat die? Begrijp je, mensen? Ja, oké, okay, leuk. Prachtig. Ik ben begonnen door te stellen over dat ding van hoe het komt dat dit ding zo ver is gekomen, ja. Ik ben begonnen door te stellen over dat ding van die manumissies in Suriname. Om een beeld te geven van wat voor macht ze hadden. En of daar verandering is gekomen in dit ding. Ja? En ja, het lijkt me een beetje leuk om weer te beginnen bij waar. Om te eindigen waar ik begonnen ben. Ja? Dus. Laat maar horen, zodat het goed tot je doordringt. Want kijk, deze dagen zie je al dat Suriname druk bezig is om de geschiedenis te vervalsen. Ja? Wat ik jou hier naar voren heb gebracht, heb ik niet gezegd. Meneer Lachman heeft gesproken, meneer Bouders heeft gesproken, Peres de Quilliard van de VN heeft gesproken. Ik heb je laten horen wat zij gezegd hebben. Begrijp je, mensen? En dan, wat ga je krijgen nu? Jij moet het met deze informatie doen. Je moet maar zelf uitzoeken wat je gaat doen daarmee. Ik heb je laten horen van de Leonsberg-akkoord. Je ziet toch, Bouders? Ja, akkoord. Ja, jo, mag horen, alles. En het kwam niet van hem, het kwam uit druk van hun, van buitenaf, om dat te komen zeggen. En ja, oké, okay, die Lachman speelde een hele belangrijke rol. Laat het voor deze generatie en komende generatie bekend zijn dat het over Leonsberg-akkoorden is. Het publiekelijk gezegd 5 afspraken zijn gemaakt bij de Leonsberg-akkoorden. Het is naar buiten gekomen. Ja? Mensen, ik ben hiermee begonnen. De eerste helft van deze eeuw woonden in Paramaribo voornamelijk Creolen. Onder hen bestond een onderscheid tussen de lichter gekleurden en de donkere negers in de krotten achter de herenhuizen. De lichter gekleurden beschouwden zichzelf als de wettige erfgenamen van de vroegere planters. Zij woonden in deftige huizen met geraffineerde versieringen en aangeboden balkons. En ze leefden in Europese stijl. Er werd geluisterd naar Mozart en Bach. Er werd gedronken uit Chinees porselein. Er werd gezeten op Heppelwhite en Sheridan banken. En één ding is hij vergeten te zeggen over deze mensen. Deze mensen hadden ook slaven. Wanneer een Surinamer praat over slavernij, dit gedeelte van onze historie willen ze niet hebben. U nog kan contactie. Dacht ja, de man die zit erbij. Naar Blakaman. Maar de ligt op Chinzo. Maar de babi slaafoto. Isabi toch, mensen? Zo blijven wij doorsukkelen, omdat wij onze historie
niet onder ogen willen zien. Uno wanasan dati. We willen het anders voorspiegelen dan we zijn. Ja. Teju tegi sanamang, tak yama ingi serefi. Be asrafu. Ja. Ga maar googelen. Je moet mij niet geloven. Red Masters, Black Sleeves. Ja. Red Master, Black Sleeves, ja. Begrijp je? Red Master is absoluut een rood huid, toch? Ingisma. Wij willen dat niet gaan opnemen in ons. Trouwens, dacht ja, je zoet van ja, je gooit olie op het voet. Nee, ik zeg je alleen maar, takiere, jij moet je historie kennen. If you know sabi peyuk mopo, ja? Fayo waka gomiti pemus doro. Ja? Dus, maar als je, en daarom is het bij ons altijd misgegaan, omdat waarom? We hebben dingen gedaan. We zijn geen week, we worden ermee geconfronteerd. En ja, dan gaan we het verbloemen. Dit ga je zien de afgelopen dagen tot na 25 februari. Daar is het een beetje rustig. Maar men gaat de werkelijkheid voor je mooier voorspiegelen dan het is. Ja? Het is aan jou wat je daarmee doet. Ga je mee met de one van de dag? Of zeg je van, no man, ik blijf met beide voeten op de grond staan. En ik ga me heroriënteren om te kijken of dit waar is of niet. We gaan nog een stukje luisteren. Het was een elite van zo'n 200 families die in Suriname praktisch de dienst uitmaakten. Zij waren de ambtenaren, de parlementariërs en tegelijk ook de enige kiezers. Vanwege het kiesrecht dat mensen zonder vermogen of scholing uitsloot. De hoogste ambtenaren kwamen nog wel rechtstreeks uit Europa. Maar die moesten eerst hun opwachting maken bij deze Surinaamse notabelen. Die meestal tussen 5 en 6 uur 's middags, gebaad en gekleed, bereid waren tot ontvangst. Wie niet voldeed aan de vormelijkheden, werd het leven zuur gemaakt. De Creoolse families beschikten immers over de 2 kranten van Paramaribo. En ze konden druk uitoefenen op de gouverneur. Ja, mensen. Dit moet ook gezegd worden. En je kan het herleiden. Hè? Surinamers moeten een keertje opstaan om naar de dingen te gaan. Naar de, hoe heet het? Het Nationaal Archief om een beetje te gaan lezen over je verleden. Over hoe Suriname in elkaar zit. Zolang je het niet wil doen, ga je alleen maar dingen lopen verzinnen. En ja, dan is het eind zoek. Want daar heb je jezelf mee. Mensen, ik moet gaan overdragen. Kijk, ik zit hier mee van, ik ben begonnen door je te vertellen van, ja, kijk, Riffo, ik kom. Ja, iemand die belde op en die zei van, ik heb mijn lijn afgesloten, mensen, ik wil mijn verhaal vertellen. Iemand belde praten over dat ding. Je wordt er, die centrale bank, je wordt er kotsmisselijk van die dingen van boters en al dat soort dingen, omdat, ja, weet je, mensen, kijk nou. Want Tjeningere, een eerstejaars student, kan daar doorheen prikken. Het is zo kinderlijk eenvoudig, die oplossingen die mij aandraagt daar. Zo, Takia, man, kan je niet met iets ingewikkelds komen, Takia? We moeten een week over gaan zitten praktiseren om dit ding te doorgronden. Het is er niet in Suriname. Maar mij tegen iemand staan niet in Suriname. Ja, man, wanselijk, Takia, maar ja, jongen. Ben there, done that, the hell with that, jongen. Isabi, kom met iets anders. Maar het is kinderlijk eenvoudig, laat me het zo zeggen. Eerstejaars student kan dat doen, Isabi. Even kijken hoor. Meneer Stien, is het akkoord schriftelijk op papier met handtekening voor inzage? Natuurlijk is dat, Isabi. Dus ja, je moet het gewoon willen opzoeken. Meester, bedankt voor uw tijd, ondanks de harde winden wel thuis. U ook bedankt voor het luisteren. Even kijken hoor. Ja, deze dingen. Ja. Sommige dingen doe ik niet, hè, mensen. Isabi. Dus ja. Even kijken. Boven wanneer niet op één kleur. Ja, boven kan wanneer op één kleur. Maar ja, even een kleur. Nog maar even op een mensen. Dan aan Ogo. Dus ja, wanneer je die slaafse houding ziet van boven,
dan moet jij je niet druk maken erover. Ja. Redmasters, Black Slave, zo moet je het zien. Anomieke mensen, ga maar kijken, ga maar googelen. En dan zie je dat ding, dat de geschiedenis zich herhaalt. Ja. Maar mensen, ik citeer, hè. Daar waar militairen het voor zeggen hebben, ja, het was niets, het is niets en het zal ook nooit wat zijn, mensen. Isabi, want ja, de geschiedenis leert ons dat, Usabikba, in alle landen waar er militair aanwezig is, is alleen maar vernieling krijgen. Surinaamse mensen maken die mistiek om te kijken, taki, ja, maar kijk, er is wegen gebouwd, er is dingen, ja, door Chinezen, om mensen naar mij doen, dit en dat. En de man die zei, kom in contact, dit en dat. Maar die dingen worden gemaakt voor Chinezen. Je gaat zien wat er in Suriname gaat gebeuren. Maar dat is een ander programma. Maar die zei, taki, taki, boven op een kleur. Ja, kijk, boven wanano wani, prodowaka, refodé, hij zal wel moeten gaan. Hij is verplicht om te gaan, mensen. Hij is verplicht om te gaan, Isabi. En naast Bova, ook duizenden anderen zijn verplicht om te gaan. Nalekazani toch, Bota, taki, tak 24e, oh. Ingo Horwa Massa Meeting, ja. Je kan Horwa Massa Meeting. Maar het is niet te vergelijken met die Massa Meeting die werd gehouden met die, die Paquito, of Beervliet of Aboining, Isabi. Dat zijn mensen die spontaan zijn gekomen. En daar zag je democratie. Er zat ook iemand bij de protesteerders die tegen dat protest was. En die man is vrijelijk kunnen staan en zijn boodschap kunnen uitdragen. Moet je tegen die man die ziet doen voor de NDP'ers. Isabi, ik wens je veel geluk. Alle de maandelijk afvons wanneer ze zijn verplicht om te gaan. En daar wie pikkie. Alle de familie tjagen ook toe mee. Dat is dat ding. En dat is dat verschil. Ik kan kooit ja, joh, man, begin maar samen. De wereld kijkt naar jou. En de wereld heeft je door. En de wereld, ja. En lafu. Het is zielig om te zien. Want ja, kijk, mijn vrouw Ferrier, Anou Brokko. Maar ze vond het wel nodig om tijdens die protestdemonstratie van die man Paquito een dag van tevoren te komen waarschuwen en bedreigen. Dat ja, er gaan disciplinaire maatregelen worden getroffen tegen leraren die scholen sluiten en naar die demonstratie gaan. Dat je aan ons bij Brokko bagat heeft dat hij attack, ja. Maar nu ben ik weer ziek hoor, jongens. Ik heb mijn zegje gedaan. Maar ik doe een ziektewet bagat. Wat ben je aan ons Brokko? Oké. Ja. Wat moet je daarmee, mensen? Isabi. Andere ministeries. En ja, kijk, mensen als Moestadja. Ja, je begrijpt nu waarom die mensen vreselijk misbruik van hem maken. Omdat hij zich laat misbruiken ook. Ja, je zit met die dingen van die man Chotkan. En ja, Ashwin Adin. Ik ben meneer Ashwin Adin dankbaar. Dat gaat tak, tak, ja. Hey, luister nou, dat geld was daar. Hoe te gaan wonen? Hoe hebben we het gespend? Ja, klaar, punt uit. Ja, nou, die meneer Chotkan die vertelt ook openlijk van, hey, moet je luisteren, kijk nou. Ik hou niemand tegen van mijn ambtenarenkorps. Ja? Hij is minister van Openbare Werken. Hij zegt dat gewoon. Kijk dat verschil tussen Hindustan en kijk dan dat verschil tussen Javan. Die Hindustan zegt dat gewoon openlijk. Dag heren, nou. Ambtenaren, ga maar zelf luisteren. Dus, dit gaat ook weer gebeuren. Ik meen 24e is die massameetingen, want ik snap die Surinamers niet. Ja, ik hoor een massameeting aan 80.000 man. Ja, dan ben ik aan 85.000 man. Ja, oké, okay, dan kan ik een trauma maken, 86. Waarom ben je bezig, jonge mensen? Waar, dan, je kon, tik alleen in kassereserve, go pay den bus, man. Go pay mama, why do you make mommy? Isabi. Dan, meneer Moestadja moest kon series gaan gratis in een man. Alleen is aan dat die weet je. Kijk. En daar gaat dat geld dat bestemd is. Die man die zijn man die zei, doe ik kom. Dat ook is dat hij nou. Dat hem go bij een parasiet om al de go naar apotheek. En de man vindt een adresie.
Ja, ze hebben een ziekenfonds. De KSZV, de Nevening. Ja, mensen, dat is Suriname. Luister maar naar die minister. En kijk, je kan tegen de man niet zien, maar de mij tegen openlijk takeren. Mijn ambtenaren, de man moest kunnen vergaderen, de mij gewoon. Als scorem tapu, dan ver je nee, kom tegen de man. Takeren, nou kijk, nou, we gaan disciplinaire maatregelen treffen. Er wordt onderscheid gemaakt. De bouta takeren. Massa meetingen hoor je. Scorem moest tapu, dan score je tapu. Geen disciplinaire maatregelen. Maar wanneer het bij dingen is, andere evenementen van andere mensen, andere partijen die niet NDP zijn, ja, dan krijg je disciplinaire maatregelen. Luister naar dit stukje, mensen. Het personeel van alle ministeries, maar ook van geheel Suriname, heeft het recht om de president te komen ondersteunen. Dus of ze hier zijn, absoluut, 100%. En ik geef ze het volstrekste recht om hier te kunnen zijn om hun president, onze president, te komen ondersteunen. Geeft u aan dat u ze verlof heeft gegeven? Nou kijk, alle ministeries is aangegeven dat de mensen recht hebben om te komen ondersteunen en dat niemand ze in de weg kan staan. Door wie is die opdracht gekomen? Dat is geen opdracht, dat is gewoon een duidelijk signaal die we van iedereen en allemaal hebben gehad. Het is gewoon het recht die ze hebben om te komen ondersteunen. Maar gaat het landsbelang niet voor dat de mensen juist op het kantoor zouden moeten zijn om te werken voor de natie? Dit is ook landsbelang. Dit is de president van de Republiek Suriname, de hoogste autoriteit van het land. En daar kan niemand mee zollen. Het respect die we moeten hebben, dat moeten een paar nog hoogstwaarschijnlijk leren. Het gaat niet alleen om de heer Bouterse. Het gaat om het instituut van president waar we allemaal respect voor hebben. U kunt een andere mening hebben. Dan moet je rustig wachten tot 25 mei daar is. Ik heb helemaal geen andere mening, minister. Maar het gaat erom, zou er ook geen respect getoond moeten worden naar de krijgsraad om de zaak gewoon rustig zijn verloop te laten hebben? Nou, ik denk dat de krijgsraad in alle respect behandeld is. Niet alleen, maar het volle medewerking is verleend om hun werk te kunnen doen. Ik zie het niet anders. 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 Ja, mensen, hij ziet het niet anders. Maar ja, nu krijg je meneer Moestad, ja? Arbeid heeft geen enkele mededeling gedaan richting medewerkers om morgen, zoals je net gevraagd hebt, al dus te handelen. Niemand heeft mij ook gevraagd van het ministerie of ze morgen niet op het werk mogen verschijnen of laat mogen verschijnen. De normale werktijden zijn bekend, 7:03 tot en met vrijdagmiddag, 14:30. En ik bedoel, uitgezonderd op de vrijdag, dus 14:30 in plaats van 15:00. Dus met andere woorden, wij hebben geen enkel bericht gekregen van de officiële instantie, van de regering, om onze werktijden aan te passen. Ik denk dat ik hiermee duidelijk ben geweest. Ja, mensen, hij is vreselijk duidelijk geweest. Ja, we bedanken hem voor zijn duidelijkheid. Maar ja, Isabi, kijk, daar zie je het verschil tussen hem. Die Tjotkan, die zegt gewoon openlijk. En hij zegt, ja, en dat is zo. Ja, nee, het is zijn valse recht om zich te laten vernederen. Isabi, wij kunnen hem daar zo niet voor behoeden. Nee, nou, ja, maar nou, een biggie man en een eegie of zo, mensen. Dus ja, daarom zie jij dat er vreselijk met hem gesold wordt. Ja. Maar mensen, het is 15:00. Ik ga overdragen aan meneer Pinas. Want hij is er al. En ik moest hem heel goed hard uitleggen. Want ja, hij is helemaal door en door week en nat. Maar ja, nou, naar Miebert voor gaat door. Dus ja, het schiet niet op, mensen. Maar het zijn niet anders. Zo, ik wil mijn appers bedanken voor jullie dingen. En mensen, laat het duidelijk zijn. Kijk, het is nou een historie. Onomang, je kan het niet ontkennen. Ja. Deal with it. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En ja, het is pijnlijk. Maar ja, het is niet anders. Isabi, want ja, dat zijn dingen die wij zelf gedaan hebben. En dan moet je niet klagen erover, Isabi. Ja, dat gezegd hebbende, mensen, ik ga jullie echt bedanken voor jullie
aandacht. En ik zie jullie aanstaande, hoe heet het, dinsdag ben ik er weer. Om 4:00. En dan ja, ga ik jullie weer bezighouden met wat meer informatie. Mensen, sorry voor mijn telefoon dat ik het heb afgesloten. Maar dinsdag maak ik het goed, dan zijn die leden open. En ja, nog een keer met jij en de guerre, mensen, Isabi. Die dingen van Suriname zijn vreselijk kinderachtig. Isabi, het is niet noemenswaardig. Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio.